Hallo lieve mensen, Jorino hier. Vandaag ben ik niet in mijn eentje, maar sta ik hier samen met... Christian. Hij is mijn assistent en vandaag gaan we iets maken. Wat gaan we vandaag maken, Christian? Een appeltaart. Kijk, een appeltaart. Laten we eventjes makkelijker maken. Mag ik je Chris noemen? Ja, tuurlijk. Kijk, oké, dan gaan we verder. Nou, waar kom je vandaan? Ik denk dat mensen ook benieuwd zijn van waar je vandaan komt. Wat je doet, je hobby's. Kan je ons iets daarover vertellen? Ja, nou, ik kom uit Amsterdam. Amsterdam. Mijn hobby's zijn gamen en koken. Oh, oké. En ja, dus het meeste wat ik doe is ik maak ontbijtjes of lunch. Oké. En doe je dat op school ook iets daarmee? Op school neem ik gewoon kooklessen. Hm. Daar maken we vlees en de basic dingen. Oké. Ik heb net al iets verteld. Wat gaan we vandaag maken? De appeltaart. Ja. Yeah. En het recept hebben we zelf gemaakt. Oké. Is er iets geheims wat in het recept zit? De dingen die meestal dus een beetje de smaak laten uitkomen, daar wil ik meestal wat extra van doen. Zodat je een betere smaak hebt ook. Want soms kan het zo zijn dat als je de taart maakt en je gebruikt te weinig, bijvoorbeeld kaneel dan, dan proef je het niet zoals het eigenlijk hoort. Ja. Maar als je dan een beetje extra doet, dan proef je de smaak nog beter dan het normaal is. En dan wordt hij versterkt. Ja. Ik ga nu de ingrediënten opnoemen. De ingrediënten voor ons deeg zijn 300 gram tarwebloem, 200 gram koude roomboter, 100 gram suiker, 1 ei, 2 eetlepels water, 1/2 theelepel zout, 1 theelepel bakpoeder. En voor onze vulling 6 stevige frisszure appels, 60 gram paneermeel, 100 gram suiker, 2 eetlepels kaneel, 2 eetlepels custard. Chris, waar beginnen we mee? Ik zou zeggen, als we met de appels gaan beginnen, dan hebben we dat alvast gedaan. Oké. En dan kunnen we met de rest gaan beginnen. Nou, wat denk je als ik ga schillen, jij gaat daarna snijden en dan gaan we daarna in klein stukjes de appels snijden. Ja, is goed. Ja? Het liefst gebruiken we goudrinetten, maar die zijn daar nu niet. Dus we hebben vandaag jonengoot appels. Het moet een stevige, frisure appel zijn. Je kan de crocs gebruiken, goudrinetten of jonengoot. We hebben jonengoot vandaag. Ik ga ze schillen. Ja, ik maak zelf ook niet vaak appeltaart, maar ik heb liever dat ik het van iemand krijg. Kant en klaar, weet je, dan kan je gelijk eten. Ja, dat is lekker. Wat is jouw favoriete gerecht om te maken? Roerij. Roerij, oké. Dus je bent meer van ontbijten zo maken? Ja. Oké. Het is ook erg leuk om het voor iemand te maken. Oh ja, dus voor mijn ouders bijvoorbeeld. Oh, dat is wel leuk, hè? Soms in het weekend maak ik gewoon een ontbijtje voor ze. Ik maak gekookte eieren, gebakken, geroerd, omelet. Oké. En dan zacht gekookt, hard gekookt. Mm. Of echt precies goed zacht gekookt en dan met een grotere boterham met een beetje kaas. Oh, echt. En dan verse chudranche, koffie. Wow. En dan doe ik op een dienblad met een kaarsje erbij. En that's it. Ik zie dat je ze heel netjes snijdt, hoor. Vaak heb ik neiging om alles even snel te doen en dan kijk ik achteraf en denk ik van, had ook mooier gekund. Dus, als dit zo zie je, dan denk ik ook van zo kan het ook. Dit heb ik van mijn zus geleerd. Doe je vingers aan beide kanten en dan snij je zo door het midden. Dan kun je ze dunner maken. Ja, dat is waar. Dat is heel slim. Ja. Wij gaan nu verder. We gaan nu ons deeg maken. Wacht, helemaal niet. We moeten eerst de appels nog in het kaneel doen. Oké. Niet mijn recept, dat is zijn recept. Dus ik luister naar hem. We gaan dat doen. Dan nemen we het schaal en leggen we even hier. Als het goed is, ga je met je snijplank helemaal zo optillen en dan hierin schuiven. Als het lukt. Doe mijn best. Spannend. Doe het even zo. Zo,
In één keer goed. Hoeveel kanelen gaan we gebruiken hiervoor? 2 eetlepels. Oké, okay, oké. Okay. Doe je het voor mij dan... Is goed. Ik wil het goed leren, dus... Dan doen we nu de suiker ook in onze vulling bij de appels. Oh, precies 100. Precies 100. Precies 100. Kijk. Als laatst voegen we nog wat custardpoeder toe. En dan gaan we de vulling husselen totdat elk stuk appel bedekt is. Ik zet de appels eventjes weg. Dan kunnen we dan verder gaan met het maken van onze deeg. Daarvoor gebruiken we 300 gram tarwebloem. Mag je wegen. Leg deze eens erop. Weegschaal aan. Oké. Okay. Dan mag je nu 300 gram van tarwebloem erbij doen. Dat kan je gewoon vasthouden met je lepel. Scheppen. Ja. En dan gaan we ook zout en bakpoeder erbij doen. Hoeveel zout gaan we erbij doen? Een mespuntje. Oké. Okay. Een snufje. En dat doen we gelijk. Dat is goed. Mag je het eventjes doen? Ja, als ik kijk of ik een beetje zo doe. Ik help mijn moeder soms met chocoladetaart. Hm. En soms help ik haar met taart voor de Wereldautisme-dag. Het is gewoon van de hele wereld voor mensen die autisme hebben. En dan gaan ze allemaal taarten showen van alle soorten van autisme. Mijn moeder maakt bijvoorbeeld... een soort van bergje met allemaal alle soorten autisme. En dat zet ze allemaal op puzzelstukjes. Ja, ja. En dan gaat ze bovenop een boom zetten. En dan met allemaal groene puzzelstukjes die naar beneden vallen. Ik heb zelf ADHD, PDD, NOS. En nog een paar andere dingen waar ik niet uit mijn hoofd van weet wat ze zijn. Ja. Ik weet wel dat ik er pillen voor slik, waardoor ik dus rustig ben. Ja, oké. Okay. Dus je merkt niet echt bij mij dat ik autisme zelf heb. Ja, want in principe, ik wist het wel, maar ik wou juist kijken ook of ik het opmerk. Maar je merkt het ook niet eens, niet eens op. Dat komt door die pilletjes, anders voelde ik echt stuiteren. Oké. Okay. dat is sowieso heel interessant. Ja. In het verleden heb ik ook vaak ook met jongeren gewerkt die ook... of ADHD hadden. Ja. Dus ik vind het altijd interessant ook om met jongens zoals jij ook te werken. Altijd lijkt alsof het ook boeiender is. Misschien begrijp ik het een beetje. Maar het is, maar dat is juist het ding met ons. We willen gewoon dat we behandeld worden als gewoon net als iedereen. Juist. Alleen mensen die gaan dan op een bepaalde manier reageren bij dingen. Mm. En dan snappen wij niet wat ze bedoelen. Ja, als we daarmee klaar zijn, dan gaan we boter bij toevoegen. Ik ben nu de roomboter in blokjes gaan snijden. En nu dat Chris klaar is, dan ga ik erbij doen. En dan gaan we daarna kneden. Dat doen we niet zomaar met onze hand. Dat doen we met onze vingertopjes, want de palm van onze hand is warm. En daardoor gaat de roomboter ook heel snel smelten. Dus met je vingertopjes. We gaan nu 1 ei toevoegen. Ja. Dat mag je gelijk erbij doen. En we hebben hier 2 eetlepels water. En dan gaan we kneden totdat het een mooie deeg wordt. Ik heb zojuist mijn deeg uit de koelkast gehaald. We hebben het een half uur laten rusten. En we gaan nu ons werkblad wat bloem erop doen. We gaan uitrollen. Maar voordat we dat doen, gaan we 2/3 hiervan gebruiken. Ik heb nu 1/3, die ga ik gebruiken voor de rooster. En deze ga ik uitrollen tot doorsnee van 30 centimeter. Als je deeg plakt, dan kan je gewoon een beetje bloem erbij doen. Zo. En tussentijd dat Chris deeg aan het uitrollen is, ga ik mijn bakblik insprayen met spray. Je kan het ook met boter doen, maar ik vind dit handiger en sneller.
hier een dooier die we gaan gebruiken om de roosters mee te smeren. En een kwast mag Chris gaan doen. Hiermee zorg je ervoor dat je taart gewoon dat goed gaat plakken. Ten tweede krijg je ook hele mooie glimmende korst ook hierdoor. Dus hij is druk bezig. En zijn we bijna klaar om onze taart in de oven te zetten. Hé hey Chris, kijk. Ik heb een bakplaat geregeld. Oh, dus als je hiermee klaar bent, dan kunnen we het erop doen. Ja, is goed. En dan doe ik straks in de oven voor jou. Ja. Even over de appeltaart. Hè? Ja. Hoe vaak heb je het gemaakt? Dit is nu mijn tweede keer pas. Oké. Maar als ik zo zie, ik dacht, waarschijnlijk heb je meer dan 10 keer gemaakt. Hè? Zo van, en ook vooral ook omdat ik zeg bijvoorbeeld, ik zeg iets en dan zeg je, ga je mij gelijk ook herstellen? Zo van, dat doen we niet, we doen het zo. En over het aanstampen, ik dacht zelf, ik doe het zelf ook niet. Vaak doe ik het gewoon een beetje aandrukken en dan ja. Dat was het. Maar ik zag eigenlijk dat jij eigenlijk met je hele gewicht erop aan het duwen was. Ja. Is er een gedachte erachter? Ja, want als je het dan aanstampt en je gebruikt al je gewicht, dan komt het een beetje bij elkaar. Waardoor het, waardoor het een beetje lichter wordt. Maar je hebt wel nog steeds de smaak. Ja, oké. Dus zeg maar eigenlijk... Bijvoorbeeld in mijn taart zou luchtstukjes in zitten en die van jou die zou compact zijn, ja. Maar juist daardoor ook, dan is het juist ook mooier dan, denk ik. Ja, oké. Weer wat geleerd. Hey, volgens mij heb ik de oven Ja, volgens mij ook. Laten we gaan kijken? Ja. Oké, let's go. Chris, ik vond het een hele fijne tijd om met jou samen te werken. Eens gelijks. Het was een eer ook je overhaal te horen en ook je recept ook te mogen zien en meemaken ook. Dus ik wil je daarvoor bedanken. Graag gedaan. En ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel. Heel veel succes verder op school en met je verder leven. Straks ook als je straks kok bent geworden en geef een belletje van hey. Het is gelukt. Dat ga ik zeker doen. Oké, dat is mooi. Ik hoop dat je genoten hebt van de appeltaart van Chris. In het geval dat je meer video's wil zien, dan kan je abonneren en ons volgen op YouTube. Wil je meer recepten en dit recept ook teruglezen, dan kan je naar onze website www.antilliaans-eten.nl. En vergeet niet een like achter te laten. Ik wens jullie een hele fijne dag. Tot ziens!